Een hit and run bezoek van Musical World aan Coevorden. Het ontzet van Coevorden vertelt een cruciaal stukje geschiedenis van deze gemeente. Ik vind heel deze geschiedenisverhaal, dat vind ik leuk. Dus ja, met Dick en met Raymond en Rommel, dat vind ik heel leuk. En ik vind het heel leuk om met enthousiaste mensen te werken. Die niet dat voor hun dagelijkse ding doen. Dus dat vind ik ook altijd hartstikke leuk. Ik kwam Dick tegen op een première. Ik had net gehoord dat het dagboek niet doorging. Iets anders ging ook niet door. Dus waarschijnlijk uit medelijden. Nee, joh, helemaal niet. Hij had het al in zijn hoofd. En ik heb vroeger met Dick veel gewerkt. En het was al een paar jaar terug. En nou weer, het was weer heel leuk. We gaan naar deze voorstelling toe voor iets historisch. Mm-hmm. Maar je waarschuwt ons al, want het gaat pijn doen aan de oren van historici. Ja, hoe moeten wij ons inzichten. Ja, precies. Hoe moeten wij ons als publiek voelen? Dat er een leugen wordt verteld? Zeker niet, want heel veel is waar. Ik bedoel, het mooie is bijvoorbeeld Slingerberg, waar ik op een gegeven moment ook over zeg, was nog helemaal geen burgemeester. Die ligt hier, Meindert ligt hier ook ergens. Ja, nee, dus er is heel veel waar, maar het is eigenlijk zoals elk geschiedenisverhaal dat gedramatiseerd wordt. Dat kan bijna niet anders dan er een paar leugens ingooien. Maar de hoofdlijnen kloppen absoluut hoor. Want als het hele verhaal van Meijner van de Tijnen en dat hij naar Groningen ging om Van Rabenhorst te overtuigen en dat ze de stad hadden gecontroleerd waar de wacht stond en met dat plan met die biezen brugconstructies en zo. Dat is allemaal historisch accuraat. Wij komen volledig maagdelijk naar jullie voorstelling. Ben jij Coevordener? Ja, ik ben op dit moment 15 en ik woon al mijn hele leven in Coevorden. In hetzelfde huis ook, in dezelfde straat. Dus ik ben nog nooit verhuisd. Ja, en het gegeven, het historisch gegeven dat dit deze voorstelling omschrijft. Is dat heel belangrijk voor inwoners van Coevorden? Het is natuurlijk sowieso belangrijk om meer te weten te komen over de geschiedenis van de plek waar je woont. En vaak is dat ook heel erg interessant als je daarna gaat kijken. En ik vind eigenlijk dat als je als inwoner van Coevorden, dat je op zijn minst de naam Meindert van de Tijnen wel zou moeten kennen. Het gaat allemaal wat minder in het theater en in de musical en zo. Hier bouw je dat van binnenuit weer op. Dit is zo goed en krachtig voor zo'n gemeenschap om dat met elkaar te maken. Die mensen die vinden het niet alleen fantastisch, maar die zijn hier zo met hart en ziel bij betrokken. Je vertelt ook nog eens een verhaal. Het is voor zo'n gemeenschap, ik denk dat het gaat over oorlog en het gaat over geweld en haat en noem maar op. Dit is het zaadje om af te rekenen met oorlog en geweld en noem maar op. Omdat dit echt de gemeenschap vooruit helpen. Inwoner van Coevorden zijn is het één, maar meedoen aan het stuk is iets anders. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik heb al eens eerder met Dick van de Heuvel samengewerkt. Vorig jaar in Assen deden we Musquet, over Harry Musquet, blueslegende uit Drenthe, van QB and the Blizzards. En ik heb daar auditie gedaan, want ik was groot bewonderaar van Dick. En ik kende Harry Musquet ook al wel, want het is natuurlijk een beetje Drentse trots. En ik kreeg de rol van de jonge Harry Musquet. Dus dat was al meteen een hele grote eer. En, dus je bent een gevestigde naam hier? Zeker. Nou, dat wil ik nog net niet zeggen. Maar dat is Dick dus blijkbaar goed bevallen. En dus heeft hij me weer gevraagd voor dit. De mensen met wie je het doet hier, dat vind ik het leukst. Ik bedoel, dit zijn mensen die komen allemaal verder van hier. Die zijn jong. We moesten me repeteren ook. Bijvoorbeeld komt op een gegeven moment alleen maar 's avonds hier. Want overdag moest iedereen gewoon werken. Ja. Maar je merkt wel hoe dat dan leeft bij ze. En dat is het enthousiasme. En ik heb ook jarenlang bijvoorbeeld in de jury van de Amateur Musical Awards gezeten. En er zijn collega's of mensen die ook soms denken van, ja, waarom ga je er naar kijken of weet ik het wat. Dat zijn de mensen die zelf ook naar het theater gaan. Die houden van theater, die houden van musical, die het leuk vinden om te doen. Die kaartjes kopen voor andere dingen ook weer en zo. Dus ik vind dat alleen maar heel, wat je zegt, wat doe je? Ik vind dat heel dankbaar om daarmee te mogen spelen. Ik was er wel gewend aan het spelen met professionals. Want Musquet is eigenlijk ook een beetje in dezelfde vorm gemaakt. Dus ook met professionals en lokale acteurs. En dus ik was het eigenlijk al gewend, maar het blijft spannend. En ik ben natuurlijk maar, ik kom net kijken. Ik vind zelf eigenlijk dat ik niet zo heel veel kan. Maar ik leer wel ontzettend veel. En ik heb ook een aantal repetities bij mogen wonen in Amsterdam. Waar Dick echt met de professionals aan tafel is gaan zitten. En daar leer je zoveel van. Dan gaan ze gewoon een discussie voeren over één woordje of over één zin. En hoe je dat dan moet interpreteren. En daar leer ik persoonlijk ontzettend veel van. Was jouw laatste keer in de kerk eigenlijk, Frans? Vandaag? Een begrafenis. Oh, ja. Ja, dat is, niet om te biechten. Nee, dat is lang geleden.
Oké, dat was het. Dank jullie. Nog een fijne speeltijd van 3 voorstellingen. Nog 3? Ja, heel leuk. Dankjewel, man. Dankjewel. Tot ziens. Dat je helemaal hier naartoe bent. Ja.